Staring at the Stars van Passenger. U luistert naar Business Club Radio. Mijn gast vanavond is Arnoud Leerling. Hij is programmamanager van de regio Food Valley. En als ik nou denk aan Staring at the Stars, dan denk ik meteen aan Starry Night van Van Gogh. En ja. Van Gogh, die hebben we hier in de regio ook. Ja, zeker weten. Een hele mooie collectie in het Krullenmullen Museum. Kenners zeggen zelfs dat het de mooiste collectie is die er is. Maar in ieder geval, want over het andere kun je twisten, het is in ieder geval de tweede collectie ter wereld. En nou ja, de gelegenheid hier voor de uw radio gebruik ik nog even om dat nog eens even te vermelden, omdat we dat te weinig weten. En als we het weten, verkondigen het te weinig. Vragen buitenstaander, waar ga je heen als je Van Gogh wilt bekijken? Dan gaan ze naar het Van Gogh Museum in Amsterdam. Terwijl hier hangt de tweede collectie ter wereld. In een prachtige omgeving, notabene de beeldentuin. Schitterend. Nergens zo mooi als daar. Dus ik zou bijna zeggen, nodig mensen uit als ze Van Gogh willen kijken. Vooral hier naartoe, naar het Krullenmullen Museum. En het Van Gogh, ja, daar heb je aan meegedaan. Ja, ik heb een stukje mee mogen werken samen met Lies Boelrijk. En ik begreep dat ze ook binnenkort jullie gast is hier voor dezezelfde microfoon. Met haar heb ik samengewerkt aan de voorbereiding van het Van Goghjaar. Het is dit jaar 125 jaar na de dood van Van Gogh. Het wonderlijke is altijd dat we de dood van iemand herdenken op die manier. Ja. In ieder geval 125 jaar. En vanuit de samenwerking tussen de instellingen in Nederland, het Van Gogh Museum Amsterdam, het Krullenmullen Museum en de samenwerkende partners Van Gogh Brabant, samen met Mons in België, die zijn culturele hoofdstad van Europa dit jaar, hebben we een prachtig programma neergezet. We, in ieder geval de instellingen, hebben een prachtig programma neergezet. Het hele jaar door geprogrammeerd voor nationale, maar zeker ook de internationale gasten om opnieuw of op een hele andere manier kennis te maken met Van Gogh en zijn hele leven. En wat is er in de regio allemaal te doen over het Van Goghjaar? Want ik heb iets gelezen over zonnebloemen bijvoorbeeld. Ja, dat ligt voor de hand. Nee, er is een eigen programma ontwikkeld. Dat heet De Smaak van Van Gogh. Ja. En het grappige is dat we daar, en dat hebben we een tijdje over gedaan, een probeert hebben om een link te leggen tussen Van Gogh en food. Dat viel nog niet mee, omdat als je naar het eetgedrag van Van Gogh zelf keek, dan was daar niet zoveel mee te doen. Aardappels eten. Ja, behalve dat schilderde hij. Maar het punt was vooral, wat ik ervan geleerd heb althans, is dat hij zuinig omging met zijn geld, omdat hij dat geld leende van zijn broer. Ja. In zijn leven verkocht hij niet zoveel werken. Wat dat betreft is kunstenaar zijn toch altijd maar heel bijzonder. Mm-hmm. Hij was nu schatrijk geweest als hij geleefd had. Maar toen moest hij van heel weinig geld leven. Hij leende het van zijn broer overigens, die hielp hem uitstekend, maar hij wilde daar niet te veel voor doen. Waarschijnlijk Calvinistische inborst. We hebben de slag anders gemaakt. We hebben naar zijn werken gekeken. Als je naar zijn werken kijkt, zijn brieven leest, zie je dat hij heel veel schildert. Niet alleen over het boerenleven, niet alleen de aardappeleters, wat overigens een van zijn eerste werken was. Mm-hmm. Waar heel veel mensen van zeggen, nou, zo knap was het nog niet. Het heeft in ieder geval gefascineerd. Maar later ook in zijn werken in Frankrijk zie je dat hij heel veel schildert. Vis, fruit, korenvelden, van alles en nog wat. En op basis daarvan zijn profielen gemaakt. Experts hebben daar zogenaamde smaakprofielen van gemaakt. En die smaakprofielen liggen ten grondslag aan dat programma Smaak van Van Gogh. Dat betekent dat je bijvoorbeeld in Otterlo in restaurants allerlei dingen kunt eten. Lunches, diner, allemaal in de stijl van Van Gogh. En dat maakt het heel erg leuk. Ze hebben daar de kunstwerken erbij gehaald. Speciale borden van gemaakt. Ik was vorige week nog in een cafeetje in Otterlo. En dat ziet er buitengewoon leuk uit. En op die manier hebben wij een vertaalslag gemaakt in dit gebied. Vanuit het jaar van Van Gogh naar het thema van deze regio, namelijk food. En dan hebben we dus dat als onderwerp, hè? Dus de food van Van Gogh. Ja. Maar zijn er nog andere zaken richting het Van Gogh? Ja? Nou ja, het is in ieder geval een stimulans om weer naar het Krullenmullen Museum toe te gaan. Dat kan nog veel meer bezoekers hebben. Ja. Dat geldt voor buitenstaanders. Er wordt heel veel promo gemaakt naar buitenlandse toeristen. Maar ook de Nederlandse toeristen willen we hier natuurlijk graag naartoe hebben. Waarbij wij hier meer eruit kunnen halen. Precies, zoveel mogelijk toeristen hier naartoe halen. We gaan luisteren naar een heel ander stuk muziek. Hier komt een heel mooi stuk van Schubert door Marlene Hemmer en Jochem Jean op Viool Sonatina nummer 1 in D major.